Een duurder moederbord levert meestal geen enkele prestatiewinst op, maar toch is deze bijvoorbeeld veel duurder dan deze. Waarom is dat zo en is zo'n duur moederbord ook de moeite waard? Hey, ik ben Thomas en voor ik die vraag ga beantwoorden, eerst nog even het antwoord op wat jij nu in de comments aan het typen was. Ja, nou, ik heb je wel door. Namelijk waarom zijn moederborden de laatste tijd zo ongelooflijk duur geworden? Die vraag is natuurlijk helemaal terecht. Kijk maar naar de gemiddelde prijs van een moederbord in de Pricewatch. Tussen 2020 en nu steeg die van 162 naar 214 euro, ruim 30%. Die prijsstijging die bestaat eigenlijk uit drie delen. Het eerste is natuurlijk de inflatie. Alleen die al was in dezelfde periode bijna 13%. En bijvoorbeeld de kosten van grondstoffen en vrachtvervoer voor moederborden stegen nog harder dan dat algemene percentage. Het tweede deel is dat we steeds hogere eisen stellen aan moederborden. Processors verbruiken steeds meer stroom en daarom hebben zelfs budgetmoederborden nu vaak de stroomvoorziening, of VRM, die vijf jaar geleden nog op een topmodel zat. En de derde reden is dat er steeds minder moederborden worden verkocht. De grootste fabrikant, Asus, maakte vorig jaar maar 3% winst en boekte in het laatste kwartaal zelfs een verlies. Als je de winst omhoog wil krijgen, terwijl je minder verkoopt, dan moet de winst per product dus omhoog. Dit komt het dichtst in de buurt bij de beschuldiging dat fabrikanten puur aan hun eigen winst denken en niet aan de arme scholier die zich kapot moet vakken vullen om een game-PC te kunnen bouwen. Maar ja, als je daar iets minder vanuit de emotie naar kijkt, dan valt ook dit deel van de prijsstijging wel te begrijpen. Ik ga naar drie verschillende moederborden kijken die een goed voorbeeld zijn per prijsklasse. Het zijn allemaal Intel borden, maar voor AMD borden geldt vaak gewoon hetzelfde. Dit is het eerste en ook het goedkoopste bord, namelijk de Gigabyte B660M DS3H DDR4 van iets meer dan 100 euro. Je ziet gelijk dat hij er wat basic uitziet en de VRM, die heeft maar één kant een heatsink. Daardoor kun je hier goed zien dat de VRM per fase uit losse mosfets bestaat. Dat zijn die kleine chipjes hier. En die zijn per definitie minder efficiënt dan powerstages zoals die bij duurdere borden worden gebruikt. In de test bleek dat een Core i5 zo'n beetje het maximale is wat je kan draaien op dit bordje zonder dat de VRM te warm wordt. Ook op alle andere punten krijg je alleen de basics. Deze Gigabyte doet Pace Express 4.0 en gebruikt DDR4 geheugen. En hij heeft maar twee M.2 slots waarvan er maar eentje een cooler heeft. Er zijn niet heel veel poorten en de poorten die er zijn ja, die zijn vaak niet erg snel. Bijvoorbeeld oudere USB poorten. Nu kun je nog zeggen, nou, dat kost me allemaal geen fps, dus dat is prima. Maar wat ik wel echt een stomme bezuiniging vind, is het aantal fanheaders. Fabrikanten bezuinigen daar vaker op bij goedkope borden. En bij dit model krijg je er ook maar drie. En als je dan bedenkt dat je er al één of twee nodig hebt voor je CPU-cooler, dan zit je voor je case-fans dus al gauw met splitters te klooien. En dat is gewoon niet cool. Als vertegenwoordiger van de middenklasse heb ik hier de MSI Mach Z97 Tomahawk neergelegd. Die iets meer dan 300 euro kost. Het is een wat groter bord, ATX in plaats van Micro ATX en gebruikt zoals de naam al zegt de Z790 chipset. Die maakt overklokken en meer aansluitingen mogelijk. Het valt meteen op dat hij wat luxer afgewerkt is met mooi aansluitende heatsinks op alle vierde mp M.2 slots en dat zijn er dus dubbel zoveel als op het goedkope bord. Ook de VRM koeling die is bij dit bord veel groter en die VRM bestaat bovendien volledig uit power stages. Die is krachtig genoeg voor zelfs de bizar veel verbruikende Core i9-13900KS, waarover ik je vorige maand alles vertelde, op dit kanaal. Wat is er verder nog anders? Dit bord gebruikt DDR5 in plaats van DDR4 en het heeft ook Pace Express 5.0, maar alleen voor het keer 16 slot. Ook zie je duidelijk verschil op het aansluitingenpaneel. Er zitten veel meer en ook snellere poorten op, waaronder twee keer USB-C. Achter de audiopoorten zit een luxere chip die bijvoorbeeld hoofdtelefoons met een hoge impedantie kan aansturen. En ook je quality of life als pc-bouwer is met dit bord gewoon wat beter. Want je ziet het al, er zijn dit keer genoeg fan en de foutdiagnose-leds zijn fijn als je opstartproblemen moet troubleshooten. En tot slot het echte high-end-bord van meer dan 1000 euro, de Asus RG Maximus Z97 Extreme. Je krijgt letterlijk meer moederbord, want dit EATX formaat dat past alleen in grote kasten. Maar ook het niveau van de afwerking is nog weer duidelijk beter. Het moederbord heeft overal beplating zodat je de printplaat bijna niet ziet en hier rechts zijn alle aansluitingen 90 graden gekanteld, wat helpt bij het mooi wegwerken van kabels. En natuurlijk zit er ook flink wat RGB en zelfs een programmeerbaar OLED schermpje op. Je hebt het wel door, bij dit bord gaat het voor een groot deel om de looks. Maar ook technisch is hij nog wat geavanceerder. Je krijgt de Pace Express 5.0 voor de M2 SSD en nog meer en snellere poorten, zoals USB-4 oftewel Thunderbolt, en Ethernet met maar liefst 10 gigabit per seconde. Er zitten ook overclock-features op, bijvoorbeeld een VRM die helemaal nergens meer overgaat, nog bijna drie keer zo krachtig als die op het vorige bord. En allemaal knopjes waar je leven als overclocker een stuk leuker van wordt, bijvoorbeeld om veilig te booten als je settings hebt ingeklopt die niet stabiel blijken te zijn. En verder krijg je ook altijd een dik accessoirepakket bij een high-end moederbord. In de doos van dit bord kom je bijvoorbeeld een losse fancontroller tegen en zelfs een USB-oscilloscoop. En volgens dit kaartje wat erbij zat, mag je zelf na aankoop van dit bord zelfs een ROG VIP noemen. Ja, wie wil dat nou niet? Nee, maar even serieus, er is eigenlijk geen goede objectieve reden om een bord als dit te kopen. Dat doe je gewoon omdat je iets bijzonders wil dat er echt uniek uitziet en waar echt alles op en aan zit. Wil je nou specifiek één van die features, zoals USB 4 of 10 Gigabit Ethernet of die overclockfuncties, ja, dan zijn er ook modellen tussen die twee laatste borden in die zich specifiek daarop focussen en dan vaak de betere koop zijn. Tenzij ja, je dus echt alles in één bord wil, dus wanneer moet je nou een bord uit welke categorie kopen? Een moederbord uit het goedkoopste segment, dat kun je prima kopen als je een niet al te veel verbruikende processor kiest, zoals een Core i3 of i5 of een Ryzen 3 of 5 en ook later niet wil upgraden. Heb je verder ook geen bijzondere eisen voor de aansluitingen of de uitbreidingsmogelijkheden, dan is dat gewoon een prima keuze. In de middenklasse kun je eigenlijk iedere CPU gebruiken, zelfs een echte stroomslurper. Ook kom je hem in deze klasse DDR5 en Pace Express 5.0 tegen en zet je op vrijwel ieder punt concrete stappen vooruit, meer en snellere aansluitingen bijvoorbeeld. Kies je een wat luxere CPU en wil je een op de toekomst voorbereid systeem, dan is dit de klasse waar je moet zijn. En ja, winkelen in de topklasse? Dat moet je alleen doen als je gewoon een dik bord wil met alles erop en eraan en natuurlijk vette looks. Voor de beste prijs-prestatieverhouding moet je hier niet zijn. De drie borden die ik in deze video heb bekeken zijn natuurlijk maar een algemene weergave van wat je per prijssegment mag verwachten. Er zijn altijd modellen die iets bijzonders bieden voor een prijs en nog veel meer modellen die ergens tussen de categorieën invallen om echt het beste bord voor jou te vinden kun je nog altijd het beste op zoek gaan in de price watch of onze reviews lezen. Maar nu weet je wel waarom je überhaupt meer geld uit zou kunnen geven aan een moederbord. Ja, dan ben je dus officieel ROG VIP en dan hang je nog steeds in de wacht. Nou ja, weet je, dat geeft jou in ieder geval mooi de mogelijkheid om even te liken en te subscriben als je dat nog niet had gedaan. Oh uh, ja, ja met Thomas. Uh, ik ben dus sinds kort ben ik officieel ROG VIP. Ja, ja, ik wilde weten, betekent dat nou ook dat ik gratis zo'n ROG Strix RTX 4090 zou kunnen krijgen? Oh, niet? Ah, nou dat is wel jammer.